Niet werken doet niets voor de economie. En KMO's en zelfstandigen zijn vooral op zichzelf aangewezen om hun bedrijf overeind te houden. Daarom is het heel belangrijk om nu stil te staan bij je bereikbaarheid, je beschikbaarheid en je online communicatie om aan publiciteit te doen en toch mensen te bereiken. Daarom zetten we graag enkele tips voor jou op een rij, zodat je toch aan de gang kan blijven. Niet communiceren is het slechtste wat je nu kan doen. Hou je klanten en je werknemers op de hoogte van eventuele veranderingen en hoe jullie er samen door zullen komen. Zorg dat afspraken, meetings en opleidingen zo weinig mogelijk uitgesteld worden door ze online te doen, via Google Hangouts. Dat is een gratis tool wat je met een gratis Google-account vrij kan gebruiken. Zorg dat je telefoon eens bereikbaar blijft door je telefoonnummer aan te passen in Google. Je kan dat zelf eenvoudig doen via de Google My Business of de Google Mijn Bedrijf app. Nu beurzen en publieke bijeenkomsten massaal worden afgezegd, is het belangrijker dan ooit om stil te staan bij je publiciteit, je online communicatie en je marketing. Maak nu tijd om eindelijk te werken aan die website, aan die webshop of om je social media een schud onder handen te nemen. Webshops draaien overuren. Denk na hoe jij jouw product of dienst online kan aanbieden om zoveel mogelijk je business te laten draaien. Motiveer je klanten om zoveel mogelijk afspraken online te doen en geef hen daarvoor een beloning in de vorm van een speciale lockdownkorting of om een bepaald bedrag te schenken aan een goed doel voor elke uitgespaarde kilometer die jullie niet hebben moeten rijden. Heb je een website of een webshop? Denk dan aan een pop-up om je bezoekers te laten weten hoe het zit met je beschikbaarheid en de bereikbaarheid van je bedrijf. Je staat er niet alleen voor. Denk na hoe je met collega-ondernemers gezamenlijk producten, diensten of marketingacties kan ondernemen om de crisis beter door te komen. Heel veel bedrijven vallen nu stil en vallen ook stil in hun online communicatie. Denk na hoe jij daar je voordeel uit kan halen door nu wel te communiceren en wel in te zetten op advertenties en je klanten, je volgers en je bezoekers op de hoogte te houden van de gang van zaken. Heel veel succes!